Mannen van jullie. Succes. 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 Oké, mannen. Hey, mannen, goedemiddag. Goedemiddag. Laatste wedstrijd. Hier hebben we naartoe geleefd. Maar zoals jullie weten, doen we dit allemaal gewoon op een normale manier, zoals elke wedstrijd, elke week. We gaan niks extra's doen. En dan vast ik ook op het veld, gewoon volle bak, 90 minuten. En dan hopelijk 3 punten. Is iedereen fit? Goed geslapen? Zeker. Spanning, hè? Hoort erbij, hoort erbij. Ik ga even snel de standaard dingetjes doornemen op het bord. Opbouw van achteruit. Nou, jullie weten het. Backs half hoog. Kom je normaal. Nou ja, wat we heel veel zien bij de meeste tegenstanders is dat ze ons op een gegeven moment, na een minuutje of 5, gaan ze hoog druk zetten voor ons. Gaan ze ons vastzetten. Nou, dan weet je leuk wat je moet doen. Zet je het groot weg. Zet deze mensen tussen de linie lopen. Zet je 10 verder weg. Dan trek je het middenveld open. Daar ga je gebruik van maken. Met je 6 en je 8. Vanaf daar ga je opbouwen. Vanaf daaruit kan je diepte gaan creëren. Ja? Stel. Er wordt in deze fase. Balverlies geleden. Ja? Dan wil ik dit zien. Dat is wat ik vorige week te weinig zag. Tweede helft wel wat meer. Direct. Knijpen. Ik zie het hier. Buitenspelen spits. Buitenspelen druk. Spits. Kant van de bal. Nummer 10 erbij. En zo krijg je overal op het veld waar de bal komt, krijg je druk van minimaal 2 kanten. Ja? Dan kan je 5 seconden regel toepassen bij het druk zetten. In 5 seconden willen we die bal terug hebben. En vanaf daaruit gaan we gelijk werken vanuit de omschakeling. Waarom is het tegenstander? Wat een vooruitgang van opbouw van achteruit. Dat is de ideale manier om je in te stellen op tegenstander. En vanuitgaande dat ze 4-3-3 spelen. Punt naar voor, punt naar achter, maakt niet uit. Ook als het 4-4-2 is of whatever, blijft hetzelfde. Het enige verschil is als ze een andere formatie gaan spelen, dan wil ik mijn buitenspelers meer hier hebben. Daar als je compact houdt, dan moet je toch dat dwingen toch via de buitenkant. Voor de rest, nou dit verhaal kennen we. Dwingen ze om hier in te spelen, buitenspeler komt, als spits komt voor de druk. Buitenspeler schuin het middenveld in, zodat je hier 1, 2, 3 ballijnen gelijk afdekt. Nummer 10, afhankelijk van wat deze mensen doen, probeert of in die ballijn te komen, of je kruipt er kort achter, zodat mocht die worden ingespeeld, dat je gelijk kort kan zitten. Spits komt er gelijk bij, heb je weer druk van 2 kanten. Ja? En voor de rest is het overal knijpen. Nou, in dit geval, de bal is het voor hun op de rechterkant. Linksback, ietsje kort op de man zitten. Hier in de zonnedekking, rechtsback komt naar binnen. En zo maak je het klein, zo verklein je het hier. En zo zorg je ervoor dat ze eigenlijk al in de eerste fase al niet of nauwelijks afspelmogelijkheden hebben. Het enige wat je dan moet hebben is volle druk vooruit. Gelijk zetten. Liefst wil ik dat blok hier of hier wordt gezet, in deze zone. Ja? Dus kies je moment. Op het moment dat ze hier inspelen. Op het moment dat ze hier inspelen moet je al onderweg zijn. Zodra deze bal komt, gelijk het blok zetten. Ja? Nou, als hij het grote wegzetten. Coaching van het achteruit. Negen. 10. Buitenspelers knijpen naar binnen. Deze twee mensen zijn op dat moment niet belangrijk. Ja, buitenspelers knijpen naar binnen. Middenveld dicht. As dicht. Laat ze maar komen. Deze bal is een moeilijke bal, lang onderweg. Dus je kan komen. Liefst willen dat ze mensen gaan inspelen, want dan kan je ze pakken. Ja? Helder toch? Eigenlijk het hele seizoen al, dus het is eigenlijk meer gewoon. We
zometeen kopje erbij. Thank you.
Mijn kwaliteit is koud.